wil nu een videobron vinden over Artis, maar ik wil daar ook een fragment van snijden. Dat kan ik heel makkelijk doen in Edit. Ik ga nu naar de bronnen van Artis zoeken. En dan selecteer ik het verder. Dan verfijn ik mijn zoekopdracht door alleen de video's eruit te filteren. En ik zie een klokhuis over Artis. Nou, daar wil ik wel graag een fragment van gebruiken, denk ik. Ik open het videobeeld. En ik kan hier ter plekke het fragment snijden. Ik klik erop, pak een begintijd. En dat is vrij veel. Dus als een eindtijd. Hier zie je wat ik heb geknipt. Dit is mijn fragment. Klik ik op bewaarfragment en geef ik het een titel. Dan gaat het fragment naar mijn bestanden. Hier zie je dat ik een fragment heb gemaakt via dit icoon geknipt. En dit fragment kan ik in de map Artis plaatsen om het later te gebruiken in mijn werkstuk, presentatie, digitale les of hoe ik het ook wil gebruiken. Zo knip je.